Dit is de laatste trein die we kunnen pakken naar het kampioenschap toe. De kerel die me aan het filmen is, hij dus, zag me steeds iemand naar rechts. Volgens mij loert hij erop dat ik in de mijn flikker daar. Smokkelen. Ja, vrijdag waren we klinisch dood, maar nou jongen, we bruisen weer. We zien het weer helemaal zitten. Welkom bij aflevering 34 van Hanniesje. Terugblik Jonge Ajax. De huwelijk tussen Jonge Ajax en NEC vorige week. Op de toekomst. Dat had helemaal genut. Dat was een schijnhuwelijk. Ajax wordt vandaag van overspel. De rechter doet maandag 16 april de uitspraak. Om 9:45. Dan zullen we zien wat overspel betekent. Die rechtszaak die gaan wij winnen. De rechter verplicht NEC dan het kampioenschap te vieren op de Bijleveldsingel. En Teun van Jonge Ajax die wordt erbij zien. Johan Cruijff zou zeggen. Logisch toch, als jullie winnen, verliezen wij. Terugblik FC Os 1-0 achter, de doelpunt van Kamikaze. 2 minuten daarna, een prachtig doelpunt van Arnoud Groeneveld. Wat een schot in de kruishuig. En Ferdi maakte de tweede. Hij schoot tussen de stokken van keeper Mausdeur. Ik vond die scheids niet lekker fluiten. Een beetje tegen ons. Het leek een beetje op een fluitketel. Er kwam ook af en toe een beetje stoom uit je oren. Die droppelul. Favoriete speulers, cardioloog en Golla. En die Golla die kreeg weer een pizza. Ik vond Breiberg ook goed speulen. Die had ook wel een pizzapunt verdiend. Waar had die kerel uitgedeeld, zeg? Tegenstander Helmond Sport in het Lafont Stadion. Die trainer van hun, die Roy Hendricks, he? Die had toch ook nog bij ons gewerkt, of niet? Zou die ons nog kennen en misschien Mats, hè? Ze staan op de 18e plek, maar ja, bij NEC willen niks zeggen. We moeten aan de bak werken voor onze zende. Binnen met 4-1 is wel lekker wezen. Nou moeten we het ook kunnen afmaken. We hebben alles in eigen hand. En alweer trekken wij ten strijde voor de zoveelste keer. Die 1-1 voor Groeneveld. Wat ging het publiek erop, jongens? De complimenten. Zo worden wij kampioen. Ik reed van de week over die nieuwe brug, de oversteek. Werd ik aangehouden door de politie. Meneer Linders, we hebben u een tijdje gevolgd, zei die gozer. En op sommige stukken reed u 80 km per uur. Ik zei, dat ken niet, want ik zit pas een half uur in de auto, man.